Jullie, Eva en ik gaan vlotjes 1000 kilometer fietsen. Dat doe je natuurlijk niet op boterhammen alleen. Nee, José de Kouwer zegt altijd blijven eten en blijven drinken. Maar wat moeten we juist eten? Voor lange ritten spaar je best een paar dagen op voorhand al koolhydraten op. Dus brood, rijst, pasta. Mag pizza? Nee. En wat eet je de avond voor die? Best heel veel koolhydraten, boeven. Boeven? Ah, boeven zo. Dat kunnen we goed. Ook wel carboloading genoemd. Carbo wat? Loading. Gewoon koolhydraten stapelen eigenlijk. Ook een stuk vlees om toch wat proteïne binnen te hebben. En vooral geen alcohol, want je moet echt hydrateren. En 's morgens, wat doe je dan? Veel havermout. Je kan ook boterhammen met beleg eten, maar vooral havermout. Dat vind ik persoonlijk vind ik dat nu lekker. Ja, dat is havermout, kijk, dat is goed. Ik vind dat lekker. En gezond. Vinden wij dat daar zijn we het goed. Over eens. Daar zijn we het al over eens. En wat eten of drinken we tijdens die lange tocht? Even benadrukken dat het een lange tocht gaat zijn. Je kan best veel water drinken, ook dorstlesser. Het beste is eigenlijk een halve liter tot een liter per uur. Per uur? Stevig. Ja, toch wel. Dus dat is 1 bidon, zeker per uur. En na het drinken, eten? Best in de vorm van koolhydraten, dus bananen, repen, een pateken. Een pateken? Hoeveel keer moet je eten? Best elk uur iets van koolhydraten eten. Je mag eigenlijk geen honger krijgen. Ah ja, dus als we al aan het dromen zijn over dat pateken, is het eigenlijk te laat. Heel te laat. Ik kom over de meet, ik heb gewonnen. Eindelijk. Ja, over de meet. Ja. Dus wat mag ik dan eten? Dat mag. Maar het beste is eigenlijk een recovery shake in het eerste half uur na de inspanning. Een mojito bedoelde? Nee, echt een recovery shake. Dus eiwitpoeder aangelengd met melk. En dat is de beste recuperatie. Ik onthoud frietjes. Mm.